DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Vanmiddag de thuiswedstrijd tegen Jong FC Twente. Ja, je zou vooraf zeggen een beetje een beladen wedstrijd, maar dat valt eigenlijk ook wel weer mee, Bert, hè? Ja, dat is inderdaad niet beladen in de zin van dat je een schoppartij of zo verwacht of andere belangen. Nee, ik denk dat je refereert aan de uitwedstrijd natuurlijk. Maar daar hadden deze jongens ook heel veel last van, want ze konden hun hobby niet uitvoeren. En dat vonden ze zelf ook niet leuk. Dus nee, er is toen veel over gezegd. En laten we hopen dat we vandaag de voorzitter geen brief hoeft te schrijven. Het was wel een leuk gesprekje net in de bestuurskamer tussen Dennis Demmers en de voorzitter. Zo van Dennis die vertelt van, Aart, je was wel aardig snel met je brief, hè? Jawel, jawel, maar je moet er ook bovenop zitten. Ja, Aart heeft altijd standaardbrieven klaarleggen, dus dat doet hij goed. Heel goed. Nu gaan we het over voetbal hebben. Jong FC Twente presteert een beetje wisselend. Heeft niet heel veel scorend vermogen. Zeg ik dat goed? Ja, dat is juist. Voetballend vermogen hebben ze heel veel. Ze spelen ook echt wel mooi aantrekkelijk voetbal. Alleen in de eindfase hebben ze best wel veel moeite om te doelpunten te komen. En dat nekt ze eigenlijk ook in dat soort wedstrijden. Want ook dinsdag hadden ze genoeg mogelijkheden en kansen. Maar het laatste setje weten ze dan net niet te geven. Hoe gaat DVS vanmiddag spelen? Als ik donderdagavond zo de training bekeek, dacht ik van, er zijn er een paar behoorlijk gretig. Ik zag Benjamin Roumillon en Daniel van Warven enorm scoren. Net alsof je er van tevoren ook een beetje mee bezig bent geweest. Ja, daar lijkt het soms op, hè? Nee, ja, het is duidelijk dat in de paasweekenden hebben we veel gescoord. Tegen Capelle hebben we gewoon niet laten zien als spitsen zijnde wat je moet laten zien. En een kans missen kan altijd, maar ik wil een bepaalde gretigheid zien. Een bepaalde lef in de afwerking. Nou, daar zijn we deze week natuurlijk wel heel erg mee bezig geweest. En je ziet ook wel aan de jongens dat ze het graag willen laten zien. Nou, dan is vandaag weer zo'n dag waarin dat mag gebeuren. Ja, dat is wel inderdaad te hopen. Ga je uit van een zekere dominantie in het veld? Of laat je Jong FC Twente toch een beetje het spel? Want jij zegt zelf, ja, die jongens die spelen toch wel heel makkelijk. Ja, de Jong BVO's zijn de eerste een minuut altijd dominant aan de bal. Dan heb je toch vaak een situatie dat je net even iets te laat komt en elkaar veel meer moet helpen. Dus dat zal vandaag niet anders zijn. Maar daarnaast gaan we ons eigen spel spelen in balbezit natuurlijk. Maar we zullen wel de linies heel gesloten moeten houden om goed die eerste fase door te komen. En met welke linies ga je allemaal spelen? Ja, Todori Valanas in het doel. Heiko Epe, Basiel Camara, Dennis Hollaert en Roel de Vries achterin. Middenveld met Mark Bouwman, Lars Dekker, Koen Vloedgraven, Mike Arends. En voorin hebben we Benjamin Roumillon en Daniel van Warven. En de bank? Lars van Wetering, Dien Bredewold, Yannick van Zwam, Jeroen Buitenhuis en Maurice de Ruiter. Pittig bankje, vooral die laatste. Ja, het is mooi dat je Maurice kan brengen om het verschil te gaan maken. Hartstikke mooi. Mooi plannetje, Bert. Scheidsrechter De Korte blaast ten teken van het feit dat de wedstrijd tussen DVS 33 en Jong FC Twente is begonnen. Wie weet wat er gaat gebeuren. Daniel van Warven neemt die bal. Niet hoog genoeg. Mike Arends in balbezit. Passeert 1, 2 tegenstanders. Zet die bal ook nog een keer voor. Oh, prachtig. Een kopbal van Benjamin Roumillon. Dat doet hij niet vaak. Hij zal geschrokken zijn hiervan. Maar het was een prima kopbal. En een prima kans voor DVS 33 om op 1-0 te komen. Maar helaas. DVS neemt over. Via Roumillon. Dan is het tekort. Bal niet bij Arends. Toch de tweede bal is wel voor DVS. Roumillon gaat schieten. Schiet net over de goal van de keeper Hengelman. Nick Hengelman. Doel goalie van Jong FC Twente. Zambissa met de ingooi. Dat is een goede bal hoor op Saruki. Die gaat schieten. En die schiet die bal er zo in. 0-1 hier voor Jong Twente. Joël Felix. Ingooi is voor Jong Twente. Maar die geven de bal zomaar aan Benjamin Roumillon. Die schiet net naast de goal van Nick Hengelman. Op zich een goede mogelijkheid voor DVS. Was ook weer even tijd. Het was wel lekker geweest als hij de bal gewoon in had gejengst. Hengelman richting Oosterwijk. Die kopte niet door. Oh, op de lat. Wat komt DVS hier goed weg, zeg.
foutje van Roald de Vries. En met een heel mooi stiftje op de lat. Gelukkig op de lat. Er wordt een wissel. Heiko Epe verlaat het veld. En Maries de Ruiter komt met nummer 13 het veld in. Dus duidelijke reactie vanaf de bank door de trainer Bert van Hunnestein. Slachtoffer is Heiko Epe. Weinig ballen komen bij medespelers momenteel. Freeman. Sambisa. Ja, ontzettend eenvoudig allemaal. En zo komt DVS 33 hier op een 0-2 achterstand. Die fantastisch handige linksback van Jong FC Twente, Sambisa. Die daar prachtig gelanceerd werd door Jonathan Freeman. En hier DVS 33 vlak voor rust op een 0-2 achterstand brengt. We hebben te maken met een zeer alerte cameraman. En ook een zeer alerte Benjamin Roemion. Die daar in zijn eentje vandoor gaat. En wat gaat hij doen? Hij scoort! Benjamin Roemion. Eindelijk. Ja, ja. Altijd veel actie in zijn spel. Vaak weinig rendement. Maar oh, oh, oh. Dit was hem weer. En hij maakt er gelijk in het begin van de tweede helft. Nog geen minuut gespeeld. 30 minuten, 30 seconden. Maakt hij er 1-2 van. Benjamino. Spelers gaan prima met elkaar om. Niet te veel invloed daarop willen uitoefenen, meneer de Kok. Dennis Hollard. Weer een prachtige paas op Roemion. Daar gaat hij weer. Ontwikkelt zich toch tot een lekkere plaag. Nu, ja hoor! Hoppa! Koen Vloedgraven! Daar is hij weer! Prachtig, prachtig, prachtig. Ook voor hem. We willen hem wat meer in scoringspositie brengen, zegt Bert van Hunestein. Nou, dat gebeurt dan ook. Pats, heerlijke knal. Grotehuis, of Grotehuis, ja. Bal schiet aan alles en iedereen door. Wordt opnieuw ingebracht. Dat is beter, Mike. Die kant moet hij op. Hey. Hey. Scheidsrechter de Kok die nu een gele kaart geeft aan de captain van Jong FC Twente. Voor het wegrossen van die bal. Bal op Singa. Singa. Tweede helft ingekomen. Geven elkaar even een handje. Bouwman en Singa. Lars Dekker helpt daar. Oh, Fernandes die weer kan overpakken. Poort daar Jeroen Buitenhuis. Is een handige voetballer hoor, die zeven. Die moet je niet te ver laten komen. Want daar valt Basil Camara. En op de paal. Zo, daar komt DVS 7 heel goed weg. Goeie steekbal van Lars Dekker. Versnelling van Roemion. Kan die... Ja, hij schiet hem erin. Yes. Een beetje op dezelfde manier afgemaakt zoals Fernandes dat in de eerste helft deed. En toen Twente op voorsprong kwam. En nu een fantastische assist van Lars Dekker. Die prikt het balletje achter de verdediging. En de versnelling van Roemion die al een aantal kansen gehad heeft. En besluit om gewoon keihard te rammen. Keeper kansloos. 34 minuten gespeeld. DVS staat eindelijk voor 3-2 tegen Jong FC Twente. En het is nog 10 minuten, dat voelt al lang. En kijken of DVS het vast kan houden. En daar zat geen intentie achter, maar soms fluiten ze. Kijken of Maries de Ruiter de bal vast kan houden. En dat doet hij. Wat een fantastische actie. De bal aan zijn schoen geplakt gewoon. In elke stap een tikje. Ja. Afgelopen. 3-2 voor DVS. Een comeback. Goede comeback in de tweede helft. In de hele matige eerste helft. Maar gelukkig wist het team van Bert van Hunestein het om te draaien.
En door twee goede goals van Benjamin Roemion en een poeier van Koen Vloedgraven toch nog een overwinning voor DVS. En daarmee bedanken we u allemaal voor het kijken en een goed weekend. Tot volgende week. Benjamin Roemion, the man of the match. Volkomen terecht, vind je niet? Ja, weet je, twee doelpunten en bij die goal van Koen was ik ook aanwezig, dus ik denk wel terecht. Het kan gewoon niet beter, Benjamin. Ja, weet je wat het is? Nu scoor ik ze wel. En als ze erin gaan, voel ik me ook lekker. Zie ook allemaal acties, denk ik. En we winnen gewoon verdiend. Weet je, tweede helft hebben ze niks te vertellen gehad, af en toe wat mogelijkheden, maar ik denk wij waren gewoon sterker. Ik hoorde dat je donderdagavond ook heerlijk getraind had en dat je er ook een bal in had zitten van hier tot Tokio, zeg. Nou, donderdag hebben we voor de training, ik en Daniel en trainer, hebben we even zeg maar, voor de training even wat oefeningen gedaan. En ik denk dat het wel zijn gunst heeft afgewerkt, zeg maar. Ben jij ervan bewust dat jij verdedigers van de tegenpartij een vreselijke middag bezorgt? Ik heb jou gewoon een ettertje genoemd voor de tegenstander. Ja, nou, ik weet niet. Ik speel gewoon mijn spel en de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Dus weet je, ik weet het niet. Ik hoop het wel natuurlijk. Ronden nu je acties heerlijk af, hè? Ja, precies. Weet je, ik dacht gewoon laaien. Zij trainen, gewoon actie maken. Niet te lang nadenken, gewoon schieten. En dat deed ik. En twee keer denk ik dat ze lekker erin gingen. Wat dacht je bij dat eerste doelpunt? Van nu gaat het gebeuren. Nu gaan we erop en erover. Nou, de eerste helft had ik ook zo'n actie. Alleen, even kijken, raakte hem niet goed. En nu schoot ik hem met links in de verre hoek. En hij ging heel mooi binnen. Keeper tikte nog wel. Maar ik denk perfect afgerond. Heerlijke teamprestatie ook. Je zag ook dat de wil bij iedereen om te winnen. Nou, weet je wat het is? We kwamen dus 2-0 achter, dus in de rust 2-0. En de trainer zei tegen ons, van het is erop of eronder, weet je. Dus we gaan er gewoon met z'n allen voor volle bak. We moeten snel scoren en dat gebeurde. En dan zie je, iedereen gaat erin geloven. En dan scoor je die 2-2 vrij snel. En 3-2, ja, beter kan niet, denk ik. Volgens mij moet je ook enorm fit voelen, want je maakt ook gewoon nog een keer de meeste kilometers. Je bent de snelste en je maakt de meeste kilometers. Waar haal je dat vandaan? Ja, kijk, als het wat minder gaat, moet ik eerlijk zeggen, heb ik niet zoveel energie. Maar ja, heb je een goede actie of score je, dan daar put ik mijn energie uit. Ja. Dus dan blijf ik wel rennen. Hou die flow nog even vast, Benjamin. Precies. Dankjewel, Piet. Bedankt voor deze middag. Jullie ook bedankt. De analyse van deze toch heel opwindende pot voetbal wil ik heel graag een beetje in fases bespreken. Het eerste kwartier, Dennis, wat zag je toen? Moet ik even terugschakelen, heel snel. Maar ja, kijk, wij weten, ik heb tegen iedereen gezegd, DVS is gewoon een goede ploeg. Goede voetballers en ik weet ook dat ze goed georganiseerd zijn, tactisch goed voor elkaar. Nou, dan moet je tegen wapenen en wij moeten één ding doen, is uit duels blijven. En dan is het motto aan het begin van de wedstrijd, zorg dat je controle hebt. We geven geloof ik in de eerste minuut al een corner zomaar weg, door heel slecht voetbal, een slechte passing. Waardoor we heel goed wegkomen met die bal op de lat. Ja, toen waren we denk ik een beetje wakkerder. Zij speelden ook een beetje met twee spitsen, lange ballen erachter en lieten ons komen. We waren niet zorgvuldig genoeg aan de bal. Maar ja, ik denk dat ondanks dat, ja, dat wel een beetje op en neer ging. He, en dat wij wel steeds meer controle kregen in dat gedeelte van de wedstrijd. Ja, zeker. De eerste kwartier ben je nu al ver voorbij. Maar inderdaad, ik heb genoten toen een half uur lang in die eerste helft. En toen dacht ik ook echt van, nou, deze wedstrijd is gespeeld. Dacht jij dat ook? Nee, dat denk ik nooit. Sterker nog, ik heb het verteld in de rust. Maar we zitten nu al een drie kwartier dan? Ja, oh, okay. Ja, ongeveer drie kwartier. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Kijk, wij maken twee doelpunten. Ik vond ons niet goed spelen, daarna ook niet. Maar we hadden wel wat controle en wij maken twee goede goals en ik vind dat we er meer hadden moeten maken. En ook kunnen maken. En we geven niet in die fase gewoon niet veel weg. Dus ja, ik denk dat het voor ons goed is dat wij met 2-0 gaan rusten. Hè, de eerste minuut kom je goed weg. Ja, daarna maak je er twee. En dan ga je in ieder geval goed de kleedkamer in. En Bert, jullie begonnen zo heerlijk. Hoe is het dan te verklaren dat na een kwartier opeens er onzekerheden insluipen? Of is dat ook gewoon de kwaliteit van Jong FC Twente? Ja, vooral het laatste. We waren helemaal niet onzeker. Zeker niet als je zo start. Maar je moet de Jong FC Twente, dat kan natuurlijk hartstikke goed voetballen. En dat zie je ook niet alleen als team, maar ook individueel hebben ze ontzettend veel voetballend vermogen. En daarmee maken ze het verschil. En dan kom je een keer te laat of dan mis je de juiste snelheid. En dan vind ik ook dat zij met een terechte voorsprong de rust in gaan. Ja. En nou, de rust in. Je zegt het net al, even een bruggetje. Wat gebeurde er in de kleedkamer? Nou, ja, ik was niet eens ontevreden over de ploeg. Het lag gewoon aan de kracht van FC Twente. Ik heb alleen gezegd, één ding mag ons nooit overkomen.
is dat wij hier op de slagbank komen te liggen en dat we ons helemaal af laten voeren door FC Twente. Wij zijn DVS, wij moeten laten zien dat ten koste van alles zo'n wedstrijd nog een wedstrijd moet worden. En dan moet je op jacht gaan naar die 2-1 en we hebben gezien tegen Jong Volendam wat er dan met een BVO-team vaak gebeurt. Nou, en ook nu was dat zo, dan komt er onrust, je gaat wat opportunistischer spelen. Ja, dat is toch een manier van spelen waar we nu heel veel rendement uit hebben gehaald. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, een 4-4 of 5-5 had vandaag ook niet misstaan. Precies. Kijk, bij Celtic had je vroeger de flow. Ik ben even zijn naam kwijt. Johnson of zo. Jimmy Johnson, hè? Nou, een beetje vergelijkbaar Benjamin Roemion. Het is toch wel een plaag voor elke verdediging, Dennis? Ja, ik kan oordelen op deze wedstrijd. Maar die jongen kan gewoon goed voetballen. En moet ik ook zeggen dat wij gedwongen moesten wisselen in de eerste helft. Hè? Rechtsback moest eruit. We zitten al niet heel dik in de spelers. Dus ja, centrale verdediger naar de rechterkant. Maar... 73 contractspelers, toch? Ja, dat waren er, ja. Maar goed... Dat zijn de harde cijfers die mensen roepen. Daar ga ik verder niet op in. Maar dat hij 2 goede goals maakt. Ja, kijk, het is gewoon een jongen die heel makkelijk beweegt. Technisch vaardig is. En die doelpunten die hij afmaakt, is niks op aan te dingen. Maar ik weet niet of ik al in mijn fase ben na de rust. Ja, zeker. Ja. Ga door. Je bent heel goed onderweg. Ja, voordat je weer zegt van je bent alweer de fase voorbij. Kijk, waar ik het meest van baal is dat wij in de rust, geef ik aan, een wedstrijd duurt 90 minuten. Dus je moet nog 45. Zij gaan wat doen. Dat weet je, wij hebben wat aangegeven, nou daar hadden we het niet goed voor elkaar. Want ik vond ons, wij kunnen veel beter dan dit. Maar desondanks hadden we de controle, sta je voor. En wij zeggen altijd, wij hebben dribbelaars. En je moet risico-inschatting maken waar je gaat dribbelen met de bal. En Rashaan Fernandez, die gaat dribbelen met die bal. En die verliest hem en dan komt de kwaliteit van zijn speler naar boven. En dat mag gewoon niet. En daar ben ik het meest kwaad over, dat je dat voor elkaar krijgt. En als je dan, ik weet niet hoe lang, het was 30, 40 seconden... Op dat moment, dan gaat hier natuurlijk het publiek erachter. Dan gaat het team nog harder lopen. Ze hadden iets meer met 3 spitsen gingen ze spelen. Wordt ook niet op gereageerd. Wij reageren er uiteindelijk op. En als dan die 2-2 ook nog valt, ja, dan weet je gewoon dat ze geloven in alles. Ja, en dan komen wij te veel in duels terecht. En in die duels hadden wij het wel moeilijk mee. Ondanks dat wij ook die tweede helft weer, maar hij zei het al, mijn collega, gewoon weer goede kansen hebben gehad. En als we dat sneller trekken overhalen of wat beter beslissen, ja, dan kunnen we veel meer doelpunten maken. Maar goed, het gaat mij om het eerste doelpunt, want die kantelt de wedstrijd gewoon te snel. Precies. Voetballen, het is er niks mis met jullie. Tweede helft, lichaamstaal van die spelers van DVS. Die stonden echt op de W van winnen. Ja, nogmaals. Kijk, DVS is altijd geroemd geweest om zijn goede veldspel. En ze hadden het altijd moeilijk in wedstrijden wanneer ze het om moesten keren en een bepaalde mentaliteit naar boven kwam. Nou, dat hebben we dit jaar heel hard aan gewerkt om dat te laten zien. En die jongens hebben het fantastisch opgepakt, maar mede ook door die snelle 2-1 natuurlijk. Dan komt er toch weer een soort geloof in alles wat je wil doen. Nou, en uiteindelijk dan zie je wat die jongens kunnen brengen. Hè. Dennis had het ook even over wisselen en dat soort dingen. Ja, dat heb ik ook regelmatig moeten doen. We missen ook veel spelers. Je gaat schuiven. Maar alles met de intentie om alsnog zo'n wedstrijd te winnen. Nou, dat deed jonge FC Twente ook. Ja, volgens mij heeft het publiek enorm genoten. Wij natuurlijk ook. En ik snap ook dat Dennis natuurlijk wat minder tevreden is. Maar uiteindelijk hebben we een prachtige wedstrijd gezien. We hebben inderdaad een prachtige wedstrijd gezien, Dennis. Ik kan me voorstellen dat jij vanuit trainersstandpunt dat niet vindt. Hoe nu verder? Ja, volgende week weer een wedstrijd, hè? Eerst sarokjes kopen en dan... Nee, weet je, kijk, wij voetballen om publiek te vermaken. Wij weten ook hoe er over jongteams gedacht wordt door heel veel clubs. We nemen natuurlijk geen publiek mee. Maar wij vertikken het om achteruit te gaan of wat dan ook. Wij proberen gewoon een wedstrijd te maken. En dat neemt mee dat je kansen weggeeft. Dat je afgestraft kan worden als je de goede keuze niet maakt. Ja, en weet je, ik heb ook wel genoten van de wedstrijd op zich. Er zat spanning, 2-2. Ja, kan niet alle kanten opvallen. Ja, en dat is ook een stukje wat je moet bieden als ploeg. Hè, als profclub, maar ook als amateurclub. Ja, mensen komen hier toch kijken om... je winnen is fijn. Hè, maar je moet ook een wedstrijd neerzetten. En dat hebben we wel gedaan. Ja, absoluut. Ik heb genoten van jullie ploeg. En dat is dan weer een voordeel van een jong BVO. Dat je kan genieten van prachtige diamantjes in het veld. Daarvoor bedankt. Veel succes de komende wedstrijden nog in deze competitie. En ook met je verdere toekomst, Dennis. Ja, dank je. Oké, alsjeblieft. Ja, graag gedaan. DVS TV wordt mede mogelijk gemaakt door AGO, Financieel Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooter speciaalzaak van Nederland, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.